stoomterrein tegenover de kerk in Beuningen staan de laatste dagen graafmachines en is een klein terrein afgezet met hekken. Sommige inwoners hadden de indruk dat de woningbouw op het Astonk-terrein al was begonnen, maar dat is nog niet zo. Het Astonk-terrein dient tijdelijk als opslagplaats voor materialen en machines voor wegenbouwers. Men is namelijk begonnen met de aanleg van het laatste stuk snelfietsroute van Nijmegen naar Beuningen-Noord. En dat betekent dat er de komende weken werkzaamheden plaatsvinden langs de Van Heemstraweg, tussen de rotonde met de Wilhelminalaan en de rotonde met de Schoenaker. Over een lengte van enkele honderden meters wordt het fietspad verbreed en krijgt het de bekende rode kleur. Overigens zijn er ook vorderingen op het gebied van het Astonk-terrein. Hoe dat precies zit, lees je op rn7.nl.